dat dan wel. En zo gek als een deur? Ik vergeet het ook. Hoort. Maar ik was in alle haast. Alleen Sarah die had per ongeluk de mijne en dan één keer schouders eronder en... Goedemorgen, het is zondag. En die meiden hebben het zo laat gemaakt gisteren, echt. Ik denk dat ze rond 12:30 pas sliep of zo, of net iets daarna. Daarvoor hoorde ik ze nog, dus echt. Pff. Ik sliep daardoor ook laat, want daarna ging ik pas klaarmaken naar bed en dan ga je toch nog weer luisteren en alles. Maar goed, ik werd ook best wel redelijk vroeg wakker. Daar baalde ik van, want ik hoefde niet vroeg wakker te worden. Maar tada, daar ben ik. Dus ik heb thee gezet, ben even goed aan het wakker worden en kijken hoe laat die meiden naar beneden komen. Want die zijn wel wat uitslapen nu, dat dan wel. De meiden zijn weer wakker en aangekleed en zo gek als een deur. Ik heb ondertussen trouwens ook gedoucht en aangekleed, maar dat laat ik zo wel zien. Hebben jullie het leuk gehad? Ja. Ja, hè? Was het leuk, mop? Ja. Ja. De meiden zijn nog even boven aan het spelen, Sarah komt zo halen. De outfit van vandaag, ik heb deze jurk aan. Ik vergeet ook. Tegenwoordig elke keer waar alles van is. En ik kan het zo niet lezen. Ik weet het dus niet. Maar deze jurk heb ik vandaag aan. Die is redelijk lang. Schoenen Calexis. En mijn sieraden zijn van Anna en Nina. En ik denk dat ik... ik denk mijn Michael Kors tas erbij. Die heb ik best wel veel gebruikt de laatste tijd. Maar die heeft genoeg ruimte. Want ik moet straks ook even de deur uit. Ik heb een afspraak, maar daar ga ik niet te veel over zeggen, want ik weet nog helemaal niet hoe of wat het gaat worden. En dat wil ik gewoon eerst weten voor ik er iets over vertel. Want ik ga het alleen vertellen als het allemaal doorgaat. En dat weet ik dus nog niet. Ik ben weer thuis, maar ik was in alle haast mijn camera op de trap vergeten. Echt zo stom. Sarah was natuurlijk naar opa gegaan, maar Marco, die gingen daar eten. Dus ik was nog even snel wat doen. En toen dacht ik ook, ik moet nu echt weg. Snel mijn spullen gepakt, heb ik de camera op de trap gelegd. Echt stom. Maar ik kan er ook verder nog niks over vertellen. Ik heb nog een paar afspraken en dan hoop ik meer te weten. Dus allemaal nog even heel spannend voor nu. Ik ga even heel snel iets kleins hier voor mezelf maken om te eten. Ik heb niet heel veel honger. En dan wachten tot mijn meisje weer terugkomt. Ik ben weer met mijn meisje. En dat vind ik kein. Lekker knuffelen, hè? Ja. Ja. En normaal zou ze al naar bed moeten. Maar we hebben even nog een tv-momentje, knuffelmomentje. Om de vakantie af te sluiten. En we hebben met een waterijsje op. Van die ijslollies, die zo lekker zijn. Alleen ze die had per ongeluk de mijne aan twee kanten geknipt. Dus ik zat net helemaal onder, echt. Top. Ik ben gelijk achter de laptop gegaan. Alleen die ging eerst weer de update van gisteren. Dan had hij wel de update gedaan, maar dan moet hij het toch weer opzetten of zo. Dus dat schoot niet op. Maar ja, daardoor heb ik eerder ook al niet kunnen editen. En gisteren heb ik natuurlijk ook mijn laptop eigenlijk helemaal niet meer echt aangehad. Ik schiet hier lekker op zo, echt. Af en toe hate my life. Maar goed. We gaan er het beste van maken. Ik wacht gewoon tot hij klaar is. En dan één keer schouders eronder en even alles wegwerken. Volgens mij heb ik de afgelopen dagen niet heel veel gefilmd. Maar net als gisteren, ja, dan ben je zo met die meiden bezig. En alles, ja, dan film je niet heel veel. En plus, ja, we hebben wel heel gezellig op de bank gezeten, gefilmd, gekeken en dat soort dingen. Maar ja, dan ben je niet heel de tijd aan het filmen. Want het is niet echt heel boeiend om te filmen verder. Terwijl het wel... heel erg gezellig is. Dus, maar goed. Hopen dat hij snel klaar is. Ik heb één vlog uiteindelijk gedaan. Maar toen zat ik met Mas aan de lijn. Maar Mas woont vlakbij. Dus toen hebben we voor de deur gestaan. Staan kletsen. Dus ik heb er weer geen twee gedaan, maar goed één. Dus ik lig er maar één achter. Dat valt mee. En nu is het laat.
Dus ik ga even iets opslaan. Ik had die tweede wel aangezet, maar niet gedaan. Dus ik ga het even gewoon opslaan en dan morgen weer een dag weer echt. Ik ga lekker mijn bed in, want ik wil wel echt op tijd naar bed. Ik heb me voorgenomen en ik wil me er echt aan houden. Dat ik ook echt op tijd mijn bed in ga en in dat schoolrooster blijf. Ik heb de vakantie wel af en toe wat later gemaakt, maar ik heb het niet heel bont gemaakt. Dus zeker voor mijn doen. Nou, sluit af. Ja. Dus ik ga deze opruimen en dan alles eraf halen en lekker slapen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!